Het was die winter erg onrustig op Montségur. Er waren nu weken met aanhoudende beschietingen. Maar het garnizoen onder leiding van Pierre Roger, neef en schoonzoon van kasteelheer Raymond de Parelia,
dat voor de veiligheid van de vesting moest instaan, hield zich nog steeds goed staande. Natimion op zijn verjaardag op 2 februari 1244 te hebben gefeliciteerd, vroeg bisschop Marti hem om na het middageten weer naar zijn verblijf te komen. Timion was wat verbaasd, want met zijn 6e inwijding had de bisschop zijn rol als zijn leermeester eigenlijk volbracht. Bij zijn aankomst in het vertrek van de bisschop vroeg deze hem om weer tegenover hem te komen zitten. Je weet, lieve Timion, dat vorig jaar april op het concilie van Béziers door de Roomse kerkleiders is besloten om onze zetel op Montsécourt te verwoesten. Dit is een rechtstreeks gevolg van de moordaanslag op de inquisiteurs van mei dat jaar daarvoor. Ook weet je dat Montsécourt al sinds begin mei vorig jaar wordt belegerd door de kruisvaarders en de troepen van de Franse koning. De beschietingen zijn deze winter toegenomen. Tot nu toe zijn ze er niet in geslaagd om de burcht in te nemen, omdat deze zo hoog is gelegen. Ook met de poging om ons uit te hongeren, hebben ze ons niet tot overgave kunnen dwingen, omdat wij via een geheime route worden bevoorraad. Ook kregen we steun van sommige belegeraars die gerekruteerd zijn hier in de omgeving. Toch moeten we er rekening mee houden dat er spoedig een moment kan komen dat er geen houden meer aan is. Ik heb jou al eerder gezegd dat ik de geheime Cartaris schat door 4 vertrouwelingen in voorlopige veiligheid heb laten brengen. De Cartare gezinde burggraaf, die het bevel heeft over het kasteel Puy-Laurent, heeft het een voorlopige veilige plek gegeven in een kerker onder zijn burcht. Maar ik verwacht dat ook kasteel Puy-Laurent en kasteel Quéribou verderop binnen afzienbare tijd belegerd zullen gaan worden. De Cartaarse schat moet dus spoedig naar zijn definitieve schuilplaats in Saint-Baume worden gebracht, zei de bisschop. Maar als ik u zo hoor, lijkt mij, zei Timion, dat we niet langer moeten wachten met het in definitieve veiligheid brengen van de Cartaarse schat. Inderdaad, Timion, daarom wil ik jou vragen om je gereed te houden om samen met Hector via een geheime route Montsécourt te verlaten. Je zult, net als de mannen die in december onze aardse bezittingen en ook de schat in voorlopige veiligheid hebben gebracht, via een touw langs de steile kant van de bergkam omlaag worden gelaten. En wanneer je halverwege weer grond onder je voeten voelt, zul je via de grotten en gangen de voet van de berg bereiken. Hector kent de weg. Loop dan naar het kasteel
Puy-Laurent. Dat 3 loopdagen door de bergen ten oosten van hier ligt. Ik heb de burggraaf van Puy-Laurent op de hoogte gebracht dat jij op je hebt genomen om de Cartare-schat terug te brengen naar Saint-Baume, zei de bisschop. Ik zal er klaar voor zijn wanneer u de tijd rijp acht, reageerde Timion. En na die woorden gingen ze weer uit elkaar, na elkaar een vredeskus te hebben gegeven. Ook na hun gesprek bleef het nog onrustig op Montségur. Timion had de volgende dag een dubbele bodem in zijn schoudertas gemaakt. Zo zou hij de geheime boekrol van Jezus veilig kunnen vervoeren. Op een nacht, eind februari, werd de situatie echt kritiek. Toen werd de burcht plotseling van dichtbij beschoten. Tot nu toe kon de burcht op de top van Montségur door de grote hoogte, door katapulten niet worden bereikt. Al snel werd duidelijk waardoor de situatie nu zo dreigend was geworden. Begin januari bleken de belagers al Roc de la Tour, een klein plateau, halverwege de berg te hebben bereikt. Van daaruit was een groepje soldaten er 's nachts in geslaagd na een gevaarlijke beklimming voet te zetten op een bergkam vlak onder de top van Montségur. Ze hadden er ook zwaar geschut geplaatst. Met de katapulten werden kanonskogels van wel 80 kilo op de burcht afgevuurd. Het leek erop dat ze daarbij waren geholpen door verraders. Nu konden de burcht van bijna gelijke hoogte wel worden bestoken door grote katapulten en andere belegeringsmachines. De dagen van Montségur lijken geteld. En na een bijzonder hevige aanval met ladders, die alleen met zware verliezen kon worden afgeslagen, besluit militair bevelhebber Pierre Roger op 1 maart om beide belagers onderhandelingen aan te vragen. Beide partijen willen snel tot een akkoord komen. Er wordt een bestand van 2 weken overeengekomen. Op dat moment wordt de berg bewoond door een kleine 500 mensen, waaronder een 100-tal ridders en soldaten en ruim 200 ingewijde parfaits. De burgerbewoners van Montségur zullen vrij uitgaan, zo was bedongen. Ze zullen wel ondervraagd worden door de inquisiteurs en moeten trouw zweren aan de katholieke kerk van Rome. Ook wordt er een algemene amnestie afgesproken voor de deelnemers aan de moordaanslag in Avignonier. Wel zullen de soldaten en ridders krijgsgevangen worden gemaakt. Maar de parfaits,
die hun dwaling niet willen erkennen, zullen eindigen op de brandstapel, zo werd meegedeeld. De parfaits gebruikten de 2 weken om hun wereldse zaken in orde te brengen. Hun schamele bezittingen schenken ze weg aan de andere inwoners van Montségur. Toen dit alles duidelijk werd, vroeg de bisschop aan zijn lijfwacht om Timion met spoed naar zijn vertrek te halen. Helaas zal het nu niet lang meer duren, Timion, zei de bisschop. En hij vertelde hem wat met de belagers was afgesproken. Ik wil dat jij de komende nacht met Hector vertrekt naar de abdij Saint-Marie in La Grasse. Haal onderweg de schat op in kasteel Puy-Laurent. Wees met alles heel voorzichtig, maar weet ook dat er geen tijd te verliezen is. Ik wil namelijk dat je met grote spoed een brief van mij overhandigt aan de abt van het klooster in La Grasse. Je moet weten dat de elkaar opvolgende abten van dit klooster in de afgelopen jaren regelmatig een bemiddelende rol hebben gespeeld in het conflict tussen de Katharen en de kerk van Rome. In de brief vraag ik de huidige abt om deze rol ook nu met grote spoed op zich te willen nemen. Ik zie dit als een laatste mogelijkheid om te voorkomen dat de bonhomme en bonfemme die nu op Montségur zijn hun dood vinden op de brandstapel, zei de bisschop. Als jij vannacht vertrekt, kun jij over 10 dagen in de abdij zijn. Als dat je lukt, heeft de abt nog 3 dagen om een gezant naar aartsbisschop Pierre Amiel van Narbonne te sturen, die namens de paus de leiding heeft over de strafexpeditie tegen Montségur. Laten we bidden dat de aartsbisschop voor de afloop van de wapenstilstand het bevel aan de pauselijke troepen geeft om clementie te hebben met de parfaits die hier op Montségur zijn, en ze zal sparen voor de brandstapel, zei de bisschop. Timion was stil toen hij dit hoorde. Maar dat houdt in dat ook uw einde naderbij zou kunnen zijn. Bent u niet bang? Vroeg Timion. Wie zijn angst overwint is vrij. Wie vrij is, is onoverwinnelijk, reageerde bisschop Marti. Wanneer het zover moet komen, ging hij verder, zullen wij vrij zijn. Want met het lichaam zal de resterende angst worden begraven. Dan is de ziel vrij. En zal deze weer terugkeren naar zijn vredige thuisland, waar de Heilige Geest de scepter zwaait. Mijn leven ligt in Gods handen, mijn jongen,
Dat is het laatste waar ik me zorgen over maak. Dezelfde overgave aan de wil van God wens ik ook jou toe, zei bisschop Marti. Met andere woorden, doe ook jij alles wat er binnen je vermogen ligt om het leven als Gods schepping te dienen. Maar leg alles wat jouw vermogen overstijgt weer terug in de handen van God zelf. Wees niet bevreesd en maak je geen zorgen. Maar heb diep vertrouwen in de Schepper die al het leven, zelfs door de dood heen, naar vervolmaking draagt. Weer was Timion even stil. Maar natuurlijk wil ik uw brief aan de abt afgeven, zei hij. Ik ben je heel dankbaar en vraag je om je nu klaar te maken voor de grote reis, zei de bisschop. Timion verzamelde voedsel voor hemzelf en Hector en deed de nodige spullen in zijn schoudertas. Die avond nam hij afscheid van de mensen in het klooster, die hem zeer dierbaar waren geworden. Ook bracht hij een liefdevolle groet naar Jordan als zijn hartsvriend. Verder ging hij langs bij de dappere soldaten en ridders op de weergang, die Montségur met zijn bewoners de afgelopen maanden met zoveel overtuiging hadden verdedigd. En speciaal bracht hij een warme omhelzing naar Roger, zijn vriend binnen het garnizoen. Hij maakte zich grote zorgen om hen allemaal, maar liet dat niet merken, om hen niet nog meer te bezwaren. Rond middernacht ging Timion langs bij de bisschop om afscheid van hem te nemen. Lieve Timion, wat ben jij mij dierbaar geworden. Ik heb groot respect voor de manier waarop jij jouw dienende taak opvat. Het katharisme is verrijkt met jou als parfait. Ik wil jou zegenen met Gods zegen en je een behouden vaart wensen. Toen omhelsde de bisschop zijn leerling, die niet meer zijn leerling was. Diep in hun hart wisten beide mannen dat zij elkaar in dit aardse leven niet meer zouden terugzien. Maar de ziel van beide was zo ver gegroeid dat ze hun leven in handen van de Vader-Moeder-God van het universum konden leggen. De bisschop bracht Timion en de hond naar het begin van de vluchtweg. Lieve Timion, als je missie niet het gewenste effect mag hebben, voel je dan nooit schuldig. In dat geval zullen wij Montségur achterlaten als een symbool van de onoverwinnelijke vrijheid van de geest,
waren zijn laatste woorden. Met een liefdevolle glimlach namen ze afscheid zonder verder nog een woord te wisselen. Alles was gezegd. Soldaten stonden klaar om Timion met Hector in zijn armen het eerste stuk te laten afdalen langs de steile kant van de berg. Toen hij halverwege de berg weer vaste grond onder zijn voeten voelde, zette hij Hector weer op de grond. Samen zochten ze de geheime ingang van de vluchtweg door de grotten en gangen naar de voet van de berg. Hector wist hier blindelings de weg. Hij had al vele malen de bevoorraders van de burcht in dit labyrinth de weg gewezen. Toen ze weer op veilige afstand van Montségur door het landschap liepen, zocht Timion een stok. Hij had gedurende zijn eerdere tochten ervaren dat een stok hem veel steun gaf tijdens het lopen. De tocht naar kasteel Puy-Laurent vroeg een halve dag meer dan verwacht, maar verliep verder voorspoedig. Tegen het middaguur was Timion de voet van de berg genaderd waarop de burcht was gebouwd. Deze lag op een rotskam hoog boven de vallei van Bouzan. De klim naar het kasteel was wel zwaar. Een rotsachtig pad leidde naar de eerste verdedigingswerken. Timion verbaasde zich er niet over dat dit adelaarsnest nog niet in handen was gevallen van de kruisvaarders en de Franse troepen. Het laatste stuk van de klim naar het kasteel was een soort zigzagomwalling die uit 9 verdiepingen bestond. Deze constructie zorgde ervoor dat een eventuele aanval werd bemoeilijkt, want boogschutters konden zich achter de muren verschansen en hun pijlen afvuren op de belagers. Toen Timion door de poortwachters was toegelaten, stond hij op een kleine versterkte koer. Vanuit die binnenplaats liep hij naar de toegang van de eigenlijke burg, waar opnieuw schildwachten stonden. Toen hij zijn naam noemde, werd hij ook hier toegelaten en door een soldaat naar de burggraaf gebracht. Hij werd blijkbaar verwacht. De burggraaf begroette Timion en Hector allerhartelijkst en vroeg hem hoe zijn tocht was verlopen. Ook wilde hij meer weten over de situatie op Montségur. Timion bracht hem kort verslag uit van de laatste ontwikkelingen en ook van de bezorgdheid van bisschop Marti. Ook vertelde hij dat hij een brief van de bisschop moest afgeven aan de abt van het Benedictijnerklooster in La Grasse en dat er grote haast geboden was.
Hij kreeg een beker wijn aangereikt en de burggraaf stond erop dat ze samen een toast zouden uitbrengen op een goede afloop. Uit het gesprek bleek dat de burggraaf precies wist wat de bedoeling was. Wanneer wil je vertrekken? Om je heilige missie aan te vangen? Vroeg hij aan Timion. Ik wil graag morgenochtend vroeg verder reizen, want er is geen uur te verliezen. De situatie op Montsecours is zeer nijpend. En de vraag van de bisschop moet zo spoedig mogelijk de abt bereiken, zei Timion. Ik begrijp je, Timion. Ik zal zorgen voor een avondmaal en een slaapplek. Kom na het avondeten hier weer terug. Dan overhandig ik je de geheime boekrol van Jezus, zei de burggraaf. Toen Timion weer bij de burggraaf kwam, lag de boekrol van Jezus op zijn schrijftafel met een bruine doek ernaast. Zonder te spreken rolde de burggraaf de boekrol zorgvuldig in het doek en gaf het pakket aan Timion. Timion haalde zijn tas van zijn schouder, legde de inhoud op tafel, verstopte toen de bijzondere schat tussen de dubbele bodem van zijn tas en deed zijn andere spullen weer terug. Ik neem hier afscheid van u, want morgenochtend voor de dageraad zal mijn reis naar La Grasse aanvangen. Want nogmaals, ik heb geen tijd te verliezen, zei Timion. De beide heren namen afscheid van elkaar door een warme omhelzing tussen zielsverwanten die elkaar al lange tijd leken te kennen. Tot slot gaf de burggraaf nog een knuffel aan Hector. Jullie zijn twee helden. Ik zal voor jullie bidden, waren zijn laatste woorden. De eerste dagen trok Timion met Hector door een ruig berglandschap. Het was een vermoeiend traject en hij vorderde maar langzaam. Op de tweede dag had hij aan zijn rechterkant op een hoge heuvelrug het indrukwekkende kasteel Perpetus in de verte zien liggen. Monsieur Pierre had hem destijds verteld over deze Katharenburcht met zijn adembenemende uitzicht. Hij had destijds binnen de muren van deze burcht zijn hoogste inwijding ontvangen, vertelde hij toen. Dat moet wel voor 1217 zijn geweest, dacht Timion. Kasteelheer Guillem moest zich in dat jaar namelijk onderwerpen aan de Katharenjager Simon de Montfort. Het laatste deel van zijn tocht naar La Grasse was iets minder vermoeiend, omdat hij de rivier kon volgen. Maar dat vlakkere stuk van het traject had hij veel hard gelopen
omdat hij wist dat het van levensbelang was om de brief op tijd in het klooster af te leveren. Na 6 loopdagen naderde hij La Grasse met de toren van de abdij. Op de rechteroever van de ondiepe rivier, de Orbieu. Hij was de uitputting nabij. Door de haast had hij zich onderweg weinig uren van rust gegund. Ook had hij niet veel gegeten. Via de oude Romaanse brug over de rivier bereikte Timion het klooster van de Benedictijner. Het voelde vreemd om een katholiek klooster te betreden. Maar de bisschop had hem verzekerd dat de abt te vertrouwen was, omdat deze een heimelijke sympathie voelde voor de Katharen. Bij aankomst in de abdij gunde Timion zich geen tijd om te genieten van de schoonheid van het kloostercomplex. Hij vroeg aan de portier om hem met grote spoed naar de abt te brengen. Na enkele formaliteiten werd hij ontvangen door de abt. Timion stelde zich voor. De abt glimlachte en streek de hond over zijn kop. Mijn naam is Timotheus, reageerde hij. Ik ben net als jij vernoemd naar de vertrouweling van de apostel Paulus. Wij zijn dus allebei vereerders van God, zei de abt. Toen het ijs gebroken was, overhandigde Timion de brief van bisschop Marti. De abt las de brief en schudde met zijn hoofd. God is liefde, geen haat, prevelde hij. Er is geen tijd te verliezen. Ik ga direct actie ondernemen, beloofde de abt. Timion was zichtbaar gerustgesteld. Kon een ramp dan toch nog worden afgewend, dacht hij. Ik zie dat je uitgeput bent en denk dat je ook honger hebt, zei de abt. Timion knikte. Je kunt hier zo lang blijven als je wilt, zei de abt. De abt vroeg aan zijn vertrouweling, een jonge monnik met een zwarte benedictijner habit, om Timion een kamer in het klooster te wijzen en hem een voedzame maaltijd aan te bieden. Toen Timion de volgende ochtend wakker werd, voelde hij zich lichamelijk niet goed. Hij had ook koorts. Dit moet de weerslag zijn van de spannende weken en de uitputtende tocht, dacht Timion. Ook maakte hij zich natuurlijk grote zorgen om de mensen op Montségur. Hij bleef het grootste deel van de dag in zijn bed liggen, met Hector naast hem op de grond. Na enkele dagen was de gezondheid niet beter geworden, maar eerder verergerd. Het was vandaag woensdag 16 maart 1244. De datum waarop de wapenstilstand zou aflopen. Die dag
kreeg Timion geen hap door zijn keel. Ook Hector was die dag heel onrustig. Tegen de avond kwam de abt met een somber gezicht naar de kamer van Timion. Ik kreeg zojuist van een koerier heel slecht nieuws, Timion. Vandaag hebben de pauselijke troepen aan de voet van Montségur meer dan 200 mensen op de brandstapel ter dood gebracht. Dit gebeurde in opdracht van Pierre Amiel, de aartsbisschop van Narbonne. Geen van de Parfaits wilde zich bekeren en legde hun leven in handen van God. Allen droegen ze met trots de sandalen en hun zwarte gewaad met capuchon en de sader om hun middel. Samen met bisschop Marty baden ze tot grote irritatie van de aanwezige inquisiteurs het Onze Vader, zoals de Katharen dat gewend waren. De laatste woorden van de bisschop waren: wie de angst voor de brandstapel overwint, is sterker dan wie een burcht inneemt. Wie zijn angst overwint, is vrij. Wie vrij is, is onoverwinnelijk. Heb vertrouwen, God wacht op ons. Bij het uitspreken van deze woorden kon de abt zijn emoties niet langer bedwingen en liet zijn tranen de vrije loop. De ridders en soldaten zijn afgevoerd en de overige bewoners van de burcht kregen een vrije aftocht, zei hij ontdaan. Wat is er toch aan de hand met onze kerk van Rome? Had hij daar nog aan toegevoegd. Helaas was de aartsbisschop niet bereid om dit te voorkomen, Timion. Hij wilde de paus gehoorzamen. Ketters moesten worden uitgeroeid. Dat was de boodschap die hij mijn koerier mee heeft gegeven. Timion voelde zich gebroken. De draagwijdte van de boodschap was door hem nog niet te bevatten. Dus nu zijn bijna al zijn zielsverwanten bij God, prevelde Timion. Afgelopen zondag, 13 maart, hebben nog 21 gelovigen op Montségur van bisschop Marty het sacrament van consolamentam ontvangen. En daarmee tekenden ze bewust hun eigen doodvonnis, zei de abt. Onder hen waren de schoonmoeder, de vrouw en Esclarmonde, de kreupele dochter van de burggraaf Raymond. Zijn zoon en de drie andere dochters bleven gespaard. Ze zijn samen met hun vader gevangen genomen en afgevoerd naar het fort van Carcassonne, zei de abt tot slot. De abt zag de verzwakte jonge man wit wegtrekken en zijn bewustzijn verliezen. De schok was blijkbaar te groot voor hem.
De uren daarna nam de koorts onrustbarend toe. Gedurende de dagen die volgden was Timion nauwelijks meer aanspreekbaar. En de korte momenten dat hij weer enigszins bij bewustzijn was, was hij verward. Zijn koorts ging maar niet omlaag. De monnik die hem verzorgde en ook de abt maakten zich grote zorgen om hun gast. De barbier, chirurgijn uit het dorp, constateerde in ieder geval uitputtingsverschijnselen en diende Timion een kruidenmengsel toe. Maar het leek hem dat er meer aan de hand was. Maar hij had geen idee wat dat zou kunnen zijn. Er gingen vele weken voorbij. Timion balanceerde lange tijd tussen leven en dood. En al die tijd week Hector niet van zijn zijde. Toen zijn bewustzijn weer even terugkwam, realiseerde Timion zich wat er was gebeurd. Ook herinnerde hij zich weer de woorden die bisschop Marti bij hun afscheid tegen hem sprak. Wanneer het zover moet komen, zullen we vrij zijn. Want met het lichaam zal de angst worden begraven. Dan is de ziel vrij en keert weer terug naar zijn vredige thuisland waar de Heilige Geest de scepter zwaait. Mijn leven ligt in Gods handen, mijn jongen, had hij gezegd. Dat is het laatste waar ik mij zorgen over maak. Diezelfde overgave wens ik ook jou toe. Timion putte kracht en rust uit deze woorden, waardoor het weer langzaam beter met hem ging. Toen hij even alleen was, griste hij in een reflex naar zijn bed, naar zijn schoudertas. Hij slaakte een zucht van verlichting, want hij voelde dat de schat er nog in zat. Hector likte zijn hand. En Timion wist dat zijn vriend al die tijd de bewaker van de schat was geweest. Daarna zakte hij weer even weg. Ook de bisschop heeft de aarde verlaten en is door de draaideur van geboorte en dood gegaan, had hij gemompeld. De jonge monnik, die de verzorging van Timion op zich had genomen, begreep niet wat Timion daarmee bedoelde, maar gaf er ook verder geen aandacht meer aan. De zomermaanden in de abdij hadden Timion goed gedaan. Tijdens de afgelopen maanden had hij tijd in overvloed gehad om terug te blikken op zijn grote reis met zijn drie leermeesters, die uiteindelijk was uitgemond in het ontvangen van het consolamentum.
de innerlijke scholingsweg. Was zeer intensief geweest met veel hoge toppen, maar ook diepe dalen. Hij had zich ook veel alleen gevoeld, maar nooit echt eenzaam, omdat hij wist dat zijn leermeesters er altijd voor hem waren. Hij had steeds geweten dat hij deze inwijdingsweg alleen moest gaan, omdat dat de bedoeling is van een innerlijke weg. Maar nu realiseerde hij zich dat deze geestelijke reis hem naar de top had gebracht. Het leek wel of de gezondheidscrisis van de afgelopen maanden nodig was geweest om hem te laten realiseren waar hij nu was. Nu voelde hij de onverstoorbare innerlijke rust die hem vanaf het begin was beloofd, alsof nu pas alles in hem een plek had gevonden. Hij kon zich nu zelfs verzoenen met het dramatische gebeuren op Montségur. Hij besefte dat alles is opgenomen in het grote goddelijke plan. Ook als de mens dat onmogelijk begrijpen kan. Het leek wel of hij na een lange reis door een onherbergzaam gebied uiteindelijk in de hemel was aangekomen, terwijl hij nog op aarde was. In dit aardse paradijs kon hij elk moment van de dag de liefde voelen voor God als zijn beminde. Een alles overheersende liefde die in al zijn ervaringen beantwoord werd. Ook kon hij nu alle schepselen van de Vader lief hebben en voelde ook een onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf als kind van God. Toen hij zich dit allemaal realiseerde, moest hij denken aan de woorden van zijn oma, toen ze bij de fontein van de liefde spraken over de voorwaardelijke aardse en de onvoorwaardelijke geestelijke liefde. Voel ook de onvoorwaardelijke liefde van God voor jou. Voel dat deze liefde veel dieper gaat en intenser is. Voel de situatie die nu voor je geestesoog is verschenen. Voel die heel goed, had oma toen gezegd. Maar pas nu kon hij doorvoelen dat dit echt waar was. Hij voelde zich intens gelukkig. Het was nu september en hij was aangesterkt. Ondanks alles wat er was gebeurd, kon hij nu weer genieten van het prachtige kloostercomplex en het rustige leven van de monniken hier. Hij realiseerde zich de allerlaatste woorden van de bisschop. Doe ook jij alles wat er binnen je vermogen ligt om het leven als Gods schepping te dienen. Maar leg alles wat jouw vermogen overstijgt weer terug in de hand van God zelf. Maak je er dan verder meer geen zorgen meer over, maar heb diep vertrouwen in de Schepper, die al het leven door de dood heen naar vervolmaking draagt.
Opnieuw gaven de woorden van zijn leermeester hem rust. Hij wist dat hij alles had gedaan om te voorkomen dat de ramp zich zou voltrekken. Nu moest hij zich verzoenen met wat onvermijdelijk was gebleken. Er was een fijne vriendschap ontstaan tussen Timion en de jonge monnik. Timion genoot van de rust en de serene sfeer binnen de abdij. Ook deed hij mee in het dagritme van de kloosterlingen en genoot van de tijd die hij had voor meditatie en contemplatie. Alleen de abt en de jonge monnik kenden zijn geestelijke achtergrond. Voor de andere monniken was hij gewoon een toegewijd christen. En toen Timion erover begon te spreken om het klooster weer te verlaten en verder te reizen, had de abt hem gevraagd om de komende winter nog in de abdij te blijven. "Ik zal je zeggen waarom ik je dat verzoek doe," zei hij. "In de tijd dat jij zo ziek was, heb ook ik het innerlijk heel moeilijk gehad. Ik zeg jou in vertrouwen dat ik in grote verwarring was. Hoewel ik ervan overtuigd was dat de kerk van Rome de ware weg van Christus volgt, kon ik niet begrijpen waarvoor andersdenkenden vermoord moesten worden. Ik heb veel gebeden tot God om helderheid. En gisteren nacht heb ik in een heldere droom antwoord gekregen. In die droom stonden u en ik tegenover elkaar," zei de abt. "Op de grond tussen ons in werd vanuit de hemel een lichtbundel geprojecteerd. Deze projectie had de vorm van een negen, althans, dat dacht ik. God vroeg mij wat ik zag. En ik gaf als antwoord een negen. Verwissel nu eens van plaats met Timion," vroeg God. En hij vroeg weer, wat zie je nu? Ik antwoordde, een zes. Toen realiseerde ik me dat alleen door het innemen van een ander standpunt een negen een zes was geworden, terwijl er aan de projectie op de grond niets was veranderd. Toen vroeg God me om nu vanuit een hoger perspectief naar de projectie op de grond te kijken. Vanuit het perspectief van de waarheid kan iets namelijk niet gelijktijdig een zes en een negen zijn, omdat er maar één universele waarheid is, zei God. Met deze opmerking bracht God mij in mijn droom in verwarring, zei de abt. Maar ineens doorzag ik in een flits de essentie van het conflict tussen de kerk van de paus en de Katharen.
zolang ik mijn waarheid aanzie voor de waarheid, bestempel ik elk ander perspectief als onwaar. 'Timion knikte slechts. De paus ziet de uiterlijke weg van Jezus als de ware weg, ging de abt verder. Hij beseft niet dat hij zich daarmee afsluit voor elk ander perspectief. Dus ook voor de innerlijke weg van Jezus die de Katharen willen volgen. Hier pauzeerde de abt even. Kortom ging hij verder. Ik heb ingezien dat ik pas de universele waarheid kan zien wanneer ik in staat ben om elk persoonlijk standpunt achter me te laten. Wanneer ik vanuit een oordeelloze geest kijk, kan ik alles zien in zijn ware gedaante. Dus zien precies zoals het is. Dat is de ene waarheid die voor iedereen hetzelfde is. De waarheid waar ook Jezus naar verwezen heeft. Ik zie de dingen dan niet langer zoals ik denk dat het is, of zoals ik vind dat het zou moeten zijn. Weer was de abt even stil. Toen ik gisteren de diepe betekenis van die droom tot me liet doordringen, ging hij verder, kreeg ik het verlangen om mijn en jouw perspectief op de weg van Jezus open, vrij en dus zonder enig oordeel uit te wisselen. Ik voelde dat hierin een kans lag om de schijnbare tegenstelling tussen de twee wegen te overbruggen. Dus om de geest van ons allebei verder te openen en zo dichterbij de ene goddelijke waarheid te komen, die eenvoudigweg is zoals die is. Wij samen kunnen het grote conflict tussen Rome en de Katharen niet oplossen. Maar we kunnen dit klooster wel tot een eilandje maken waarbinnen dit conflict wordt overstegen, besloot de abt. Inderdaad, zei 'Timion, terwijl er een traan van zachte ontroering over zijn wang liep. Want de ene goddelijke waarheid overstijgt alle tweeheid, dus ook alle conflict en strijd. De ene waarheid brengt vrede in de harten. Timion herkende het verheven inzicht van de abt, want dit was het inzicht dat ook in hem was ontwaakt toen hij destijds met Monsieur Pierre sprak over de universele waarheid als één van de twee centrale eigenschappen van God. Ik wil heel graag op uw uitnodiging ingaan, zei 'Timion. Ik stel mijn verder reizen uit tot in het voorjaar.
In de wintermaanden, die toen volgden, waren er veel ontmoetingen tussen Timion en de abt. Ze waren allebei verrast door de verruimende inzichten die hun gesprekken opleverden. Timion realiseerde zich dat dit niet had plaatsgevonden wanneer de ramp op Montsegur zich niet had voltrokken. Maar helaas is de prijs voor dit prachtige geschenk wel heel hoog geweest. Timion had zich voorgenomen om op 21 maart 1245, dus op het lentepunt, zijn reis samen met Hector te vervolgen. Dit was het goede moment om weer de buitenwereld te betreden, omdat dan ook alles in de natuur de binnenwereld verlaat en zich weer in het volle licht laat zien. Hij wist dat God zijn activiteiten zou ondersteunen wanneer hij zijn leven zou afstemmen op het ritme van de kosmos. Toen het zover was, nam hij in diepe dankbaarheid afscheid van de abt, die hij als een geestelijke vriend was gaan beschouwen. Ook nam hij afscheid van de jonge monnik en van de andere monniken. Hij pakte zijn stok, hing de tas om zijn schouders en ging samen met Hector op pad. Zijn volgende reisdoel op weg naar Saint-Baume was de oude stad Béziers. Hij wilde daar op 22 juli zijn, want precies 36 jaar geleden werd zijn opa daar op die dag die samenviel met de naamdag van Maria Magdalena, met nog bijna 20.000 anderen door de pauselijke troepen vermoord. Onderweg verbleef Timion regelmatig bij boeren en landheren. Hij stelde zich dan beschikbaar als arbeidskracht. Zo kon hij delen in de overvloed van het landleven. Ook had hij mooie gesprekken. Regelmatig kwamen mensen naar hem toe om raad, omdat ze blijkbaar voelden dat in hem de bron van innerlijke wijsheid zich langzaam ontsloten had. Ook klopte hij enkele keren aan bij het slot van een landgraaf en deed zich dan voor als troubadour, zoals veel geheime Cathares deden. Deze rondreizende dichters en zangers vermaakten de bewoners aan de hoven. Timion had veel succes met zijn zelf onderweg gemaakte gedichten en gezangen, waarin hij zaadjes van geheime kennis plantte, zonder dat deze als zodanig konden worden herkend. Na zo'n optreden kwamen vaak de vrouwelijke bewoners naar hem toe. Ze waren gefascineerd door de knappe, jeugdige verschijning van de blonde troubadour, die ze soms ook om wijze raad vroegen. Timion voelde zich heel gelukkig dat hij nu voor de mensen in zijn streek
van betekenis kon zijn. Toen hij op 21 juli in Béziers arriveerde, ging hij direct naar het oude Romeinse amfitheater. Van zijn oma wist hij dat opa daar op de avond voor de slagpartij nog had genoten van een mooie muziekvoorstelling. Nu hij hier zo rondliep, tussen de zuilen van het openluchttheater, kon hij de mooie energie van zijn opa voelen. Nog nooit had hij zich zo dicht bij zijn opa gevoeld, die hij nooit had gekend. Toen hij in een hoekje van het openluchttheater op een bankje zat, met Hector aan zijn voeten, raakte hij in gesprek met een wat oudere man. De man had een vriendelijke, maar ook wat bedrukt gezicht en leunde met zijn beide handen op een stok. Was u al in de stad toen de ramp zich destijds hier voltrok? Wilde Timion weten. Helaas wel, jongeman. En ik ben daar niet trots op, zei de man. Ik moet jou iets vertellen en ik weet niet waarom. Ik praat hier zelden over, omdat mijn hart zozeer is bezwaard. Die dag, nu 36 jaar geleden, stond ik aan de verkeerde kant. Ik was nog jong en ik had mij laten overhalen om de zogenaamde goede zaak van Rome te dienen. Sindsdien kom ik hier elke week meerdere malen, in de hoop hier mijn innerlijke rust weer te hervinden, wat mij van tot vandaag nog niet is gelukt, zei de man. Ik leef mee met uw zielepijn, zei Timion. Maar u moet weten dat ook mijn hart huilt op deze plek. Destijds is mijn opa, samen met nog 7000 mannen, vrouwen en kinderen, in een slagpartij omgekomen in de kerk van Maria Magdalena, zei Timion. Hij had tranen in zijn gezicht. De man keek verschrikt en begon ingetogen te snikken. Kon ik jouw pijn maar op mij nemen, want die hoort bij mij, niet bij jou. Kon ik maar goedmaken wat ik toen vele mensen heb aangedaan, zei de man met betraande ogen. Timion vroeg zich af wat hij naar deze man toe moest voelen. Hij was dus één van de daders van destijds. En Timion voelde rancune naar deze man. Maar hij had nu wel diepe spijt en een groot verlangen om zijn schuld te vereffenen, besefte Timion. Toen herinnerde hij zich weer de helingsformule die Monsieur Pierre hem had geleerd. Wilt u mij een dienst bewijzen? Vroeg Timion aan de man. Wilt u morgen met mij
de kerk van Maria Magdalena hier in de stad bezoeken? Dat wil ik graag, was zijn antwoord. Laten we elkaar daar om 12:00 treffen. Ik heb nu tijd nodig voor rust en innerlijke bezinning, zei Timion. En na deze woorden vertrok Timion met Hector naar de slaapplek die hij voor deze nacht in de stad had geregeld. Timion wilde de man helpen om zich te ontlasten van de schuld die hem al vele jaren bezwaarde. Maar hij wist dat dit pas kon wanneer hij zichzelf had bevrijd van wrok die hij naar deze man voelde. Hij moest dus eerst met zichzelf in het reine komen. Die nacht sliep hij niet veel, terwijl Hector in een diepe slaap was verzonken. Steeds herhaalde hij de 4 zinnen van de helingsformule en hield daarbij steeds zijn linkerhand op zijn hart. In de stille kamer sprak hij ze uit naar de man die hem die middag een bekentenis had afgelegd. Hij voelde dat hij met zijn gevoelens van wrok tegenover deze man een schuld had opgebouwd. Maar met zijn wrok stond hij ook in het krijt bij God. Want ook deze man was lid van de grote kosmische familie, zoon van de Vader Moeder God, die slechts onvoorwaardelijke liefde en absolute waarheid is. Steeds opnieuw sprak hij de 4 helende zinnetjes van het vergevingsritueel dat hij van Monsieur Pierre had geleerd. Het spijt me. Vergeef me. Ik hou van jou. Ik dank jou voor deze les. Zo moet hij uiteindelijk toch nog in slaap gevallen zijn. En toen hij wakker werd, voelde hij zich innerlijk bevrijd van zijn karmische last. Bij de gedachte dat hij deze man vandaag weer zou zien, voelde Timion een scheut van warme liefde in zijn hartstreek. De liefdeskracht die in de 4 zinnen besloten ligt, hadden hem verlost. Daar stond de man, in elkaar gedoken, in zichzelf gekeerd, weer steunend op zijn stok. Timion voelde de intense pijn die deze man in zijn hart met zich meedroeg. Ze knikten naar elkaar, zonder woorden. De man wat beschaamd. Timion sloeg zijn arm om de schouders van de man en samen betraden ze de kerk via de deur aan de kant van het plein. Beide mannen voelden de zwaarte in deze ruimte, die zo beladen was met droevige emoties. Hier had zijn opa, samen met al die andere onschuldige mensen op deze feestdag van Maria Magdalena, vandaag dus precies 36 jaar geleden,
op een gruwelijke wijze de dood gevonden. Timion voelde dat het de man zwaar viel om hier samen met hem te zijn. Ze liepen naar de beeltenis van Maria Magdalena en namen naast elkaar plaats op de bank. Hector ging naast hen liggen op de grond. Vertel me, zei de man op zachte toon, zonder een antwoord te verwachten. Wat moet ik doen om mijn schuld te vereffenen? Timion bleef enige tijd stil. Ik wil u een geheime helingsformule geven die van God zelf komt. Hiermee kunt u uzelf verlossen van de ondraaglijke pijn waarmee uw hart is belast, fluisterde Timion. De man keek Timion ongelovig aan. Ik wil alles doen om niet langer de pijn, maar weer Gods liefde in mijn hart te voelen. Vertel me wat ik moet doen. Timion begon op zachte toon. Leg uw linkerhand op uw hart. Ga nu met uw aandacht naar de Vader-Moeder God van het universum die in uw hart kan worden gevoeld, als de stille plek. De man deed wat Timion had gevraagd. Sluit nu uw ogen en spreek nu in zachte woorden de volgende 4 zinnetjes. Spreek ze uit naar God, die onvoorwaardelijke liefde is. Het spijt me. Vergeef me. Ik hou van u. Ik dank u voor deze les. Blijf dit vele malen herhalen. En merk op wat de helende kracht is die in deze woorden verscholen ligt. Voel het effect dat ze hebben op uw innerlijk. Toen sloop Timion samen met Hector geruisloos de kerk uit, terwijl hij de man de heilige formule steeds opnieuw hoorde prevelen. Met een groot vertrouwen legde hij het lot van deze man in de handen van God. Timion had zich in Béziers heel dicht bij zijn opa gevoeld en verlangde ernaar om dat gevoel nog een tijdje vast te houden. Eigenlijk wilde hij zijn opa nog wat beter leren kennen. Toen herinnerde hij zich het verhaal dat zijn oma hem destijds had verteld over haar geboortestad Nîmes en het oude kloosterdorpje Saint-Guillaume-le-Désert, waar opa was opgegroeid. Hij realiseerde zich dat hij op zijn route naar de grot Saint-Baume beide plaatsen op korte afstand zou passeren. Om zijn grootouders te eren, besloot hij om onderweg een kleine omweg te maken en een bezoek te brengen aan de geboorteplaats van zijn oma en zijn opa. Er was alweer meer dan een maand voorbij gegaan.
Regelmatig had hij weer zijn diensten aangeboden aan boeren om zelf een goede maaltijd te krijgen en rust te geven aan Hector. Wanneer hij onderweg in gesprek raakte met de mensen uit de streek, merkte hij dat het niet lang duurde of dat de groep luisteraars begon te groeien. Wanneer hij sprak, werden de mensen stil en absorbeerden zijn wijsheid. Toen hij weer naar het noordoosten liep, passeerde hij een prachtige brug over een diepe kloof met een riviertje. Volgens voorbijgangers was dit de Pont du Diable, de brug die in de 11e eeuw door de Benedictijner monniken was gebouwd. Timion wist dat hij nu in de buurt kwam van het geboortedorpje van zijn opa. Want op die bewuste zondagmiddag had opa zijn vriendinnetje meegenomen voor een lange wandeling naar deze brug. Hij wist dat hij van hieruit de weg langs het riviertje naar het noorden moest volgen. Vlak na de brug gaf hij zijn ogen goed de kost, want hier ergens moest de grot zijn waar oma haar eerste liefdeskus had gekregen. Hij kon de grot niet ontdekken. Deze lag waarschijnlijk zo verscholen dat hij alleen te vinden was door de bewoners van de streek. Na een tijdje, samen met zijn trouwe viervoeter, langs het riviertje gelopen te hebben, kwam hij aan in Saint-Guillaume-le-Dessert, waar opa was geboren en opgegroeid. Het was inderdaad een klein, maar wel heel schilderachtig dorpje, met wat huisjes rondom een eeuwenoude abdij, met een prachtige kloostergang en achter de abdij een kleine waterval. In zijn verbeelding zag hij hier zijn opa met zijn vriendjes spelen. Ook zag hij aan de noordkant, boven het dorp, op een puntige bergtop het kleine kasteel Château du Verdun liggen. Opa wandelde waarschijnlijk graag, want hij had oma destijds ook verleid om de klim naar het kasteel te maken. Oma vertelde dat deze tocht voor haar heel zwaar was geweest, maar dat ze had genoten van het prachtige uitzicht onderweg. Toen zag Timion een jonge pup op een laag plat dak bij de abdij even verderop. Hij wilde dat Hector hem ook zag en wees met zijn stok naar het diertje op het dak. Maar de hond bleef slechts kijken naar de punt van de stok. Door de reactie van zijn hond moest Timion denken aan monsieur Pierre. Die wilde hem ooit, op de koer van zijn verblijf, de absolute waarheid als één van de twee eigenschappen van God laten ervaren. Hij had hem toen gewezen op de beperkte betekenis van woorden. De onwetende, zo had hij gezegd, richt al zijn aandacht op woorden en zal daardoor het wezenlijke
waar de woorden naar verwijzen, niet zien. Want woorden verwijzen slechts naar de levende waarheid, maar kunnen deze zelf nooit zijn. Het ware kan nooit via de woorden in het hoofd worden begrepen, maar kan slechts in de directe ervaring door het hart worden beleefd, had monsieur toen gezegd. Hector reageerde hier als een onwetende. Hij hield zijn aandacht gericht op de stok als de aanwijzer, maar kwam daardoor niet in contact met dat waar de stok naar verwijst, namelijk naar het diertje op het platte dak even verderop. Toen Timion daar in het dorp zo met zijn stok stond te zwaaien, kwam hij in gesprek met een oude man die door de smalle straten slenterde. Het bleek dat hij zijn opa nog had gekend. Timion werd die avond uitgenodigd in het huis van de familie van deze man. En tijdens het avondmaal haalde de man herinneringen op uit de tijd dat de opa en hij in het dorp speelden en de rotsen naar het kasteel boven het dorp beklommen. Hij herinnerde zich opa als een speelse jongen die soms ook mooie, serieuze verhalen kon vertellen. Toen Timion vertelde dat hij een enkele keer als troubadour aan een hof was geweest, zei de man dat hij nog een oude luit op de zolder had staan en dat hij die graag aan Timion wilde geven. Timion was verrukt. Nu kon hij zich echt presenteren als troubadour, want dat was waar hij zoveel plezier aan beleefde. Hij werd door de man uitgenodigd om die nacht hun gast te zijn. En toen Timion die nacht in zijn bed lag, besloot hij om zijn reistempo te verlagen. Hij had zich namelijk al eerder voorgenomen om zijn schat in de zomer van 1246... op 22 juli, dus op de naamdag van Maria Magdalena, in de grot bij Samboom te verbergen. Dat maakte het mogelijk om pas in het voorjaar in Nîmes aan te komen. Oma had destijds namelijk ook verteld over de prachtige bloeiende amandelbomen in februari en maart rond Nîmes. Hij verheugde zich erop om deze winter gedichten te schrijven en te oefenen met zijn nieuwe instrument. Na een warm afscheid van de oude man en zijn gastvrije familie waren Timion en Hector weer op pad gegaan. Ze moesten een stukje teruglopen om bij Pont du Diable de rivier over te steken. Van daaruit liepen ze oostwaarts richting Nîmes. Steeds onderbrak hij zijn reis weer door soms langdurig te verblijven bij boeren om in zijn onderhoud te voorzien. Ook in de winter, wanneer er geen werk was op het land, maakte hij zich nuttig op het erf met het verzorgen van het vee.
en in zijn vrije tijd oefende hij op zijn luit en schreef hij zijn gedichten en ballades. En tijdens de nachtelijke uren mediteerde hij vaak en ook contempleerde hij regelmatig over de thema's waar hij zich tijdens zijn scholingsweg mee bezig had gehouden. Zo ontwikkelde Timion zich tot een gepassioneerde troubadour met een boodschap over liefde en waarheid. Ook had hij weer regelmatig als troubadour de adel aan de hove vermaakt met zijn gedichten en gezangen, waarbij hij zichzelf nu kon begeleiden op zijn luit. Hij genoot ook van het landleven en van de mooie gesprekken met de mensen aan de hove en met de boeren en landarbeiders. Als hij sprak, hingen de mensen aan zijn lippen, zonder dat zij wisten uit welke bron zijn woorden ontsproten. En iedereen die hij tegenkwam, strekte vol liefde een hand uit naar zijn trouwe viervoeter. Soms vergat hij gewoon dat hij op reis was om een geheime missie te vervullen. Maar steeds als hij weer in zijn tas moest zijn om iets te pakken, realiseerde hij zich dat hij een bijzondere schat met zich meedroeg. Na de winter zette hij koers naar de geboortestad van zijn oma. Toen ze in de prachtige oude Romeinse stad Nîmes aankwamen, waren Timion en Hector direct naar het centrum gelopen, naar het imposante Colosseum. Timion had zich verwonderd over het prachtige bouwwerk. Het gebouw had nog steeds het interieur van een arena met duizenden zitplaatsen op tribunes van steen. Er werden regelmatig stierenvechten gehouden, maar ook waren er theatrale drama's te zien. Vandaar was hij over een brede, schaduwrijke straat gelopen, naar het gezellige plein met de oude Romeinse tempel. Oma had namelijk verteld dat zij was opgegroeid in een groot huis aan een gracht, tussen deze tempel en de oude bibliotheek, die de naam Temple de Diane droeg, maar nooit een gebedshuis was geweest. Ze had gespeeld bij de fonteinen in het nabijgelegen park en bij de Tour Magne op de groene Mont Cavalier, die dateerde van rond het begin van de jaartelling. Toen Timion en Hector bij de fonteinen aankwamen, was hij vlakbij de oude bibliotheek languit op het gras gaan liggen. Hector kwam naast hem zitten. Hij sloot zijn ogen om zijn oma hier op een zomerse dag als een klein meisje voor zich te zien. Wat moet dit een fijne speelplek zijn geweest voor dat meisje. Toen hij zijn ogen weer opende, keek hij naar boven langs de stam van een grote palmboom. Op dat moment moest hij denken aan het verhaal van bisschop Marti over de zogenaamde vierreeks,
die veel vormen in de natuur bepaalt. Hij telde de twee tegengestelde bladerspiralen op de stam en kwam uit op 5 en 8. Ook deze boom luistert dus naar de verhouding van de gulden snede. Evenals de prachtige sneeuwwitte bloesem van de amandelboom ernaast, met zijn 5 tere bloemblaadjes. Wat is de natuur toch prachtig, dacht Timion. Na deze gedachte was hij Mont Cavalier opgelopen en was samen met Hector tegen de muur van Tourmagne gaan zitten. Het was prachtig weer. Ook hier stelde hij zich weer in zijn verbeelding voor hoe oma hier met haar buurtgenootjes had gespeeld. Timion voelde zich hier heel fijn. Het waren vertederende beelden. Oma had ook verteld dat opa en zij destijds te voet een korte huwelijksreis hadden gemaakt naar Pont du Gard, een dag lopen van Nîmes. Het was toen zomer, had ze gezegd. En op de rotsen aan de oever van de rivier, onder de amandelbomen, met uitzicht op het adembenemende Romeinse bouwwerk, hadden ze onder de sterrenhemel hun huwelijksnacht doorgebracht, zo vertelde oma. Ze had deze plek met een lieve blik in haar ogen als paradijselijk beschreven. Na zijn bezoek aan Nîmes wilde Timion ook een bezoek brengen aan Pont du Gard en daar de rivier de Cardon oversteken. Toen hij met Hector daar aankwam, voelde Timion zich overweldigd door het eeuwenoude monumentale bouwwerk. Wat is dit prachtig om te zien! Kunt u iets vertellen over deze brug? Vroeg Timion aan een boer langs de weg. Het is gebouwd als een aquaduct en wordt Pont du Gard genoemd, zei de man. Het is rond het jaar 50 na Christus door de Romeinen gebouwd. En het was bedoeld om de badhuizen en fonteinen van Noumoussou, het huidige Nîmes, van water te voorzien, zei de boer tot slot. Timion besloot, in navolging van zijn opa en oma, de komende nacht aan de oever van de Cardon door te brengen. Hij zocht een plek met uitzicht op het aquaduct en de heuvels aan de overzijde. Ook hier stonden nog steeds prachtige amandelbomen met hun spierwitte bloesem, zoals bij de fontein van Nîmes. Terwijl Hector genoot van een ongestoorde nachtrust, kon Timion de slaap niet vatten. Korte tijd nadat hij zich had neergelegd op een zacht bed van bladeren, werd hij onverwachts overweldigd
door een sereen liefdesgevoel. Hij had zich niet eerder zo dichtbij zijn voorouders gevoeld, die vele jaren geleden op deze plek hun tedere gevoelens van liefde hadden uitgewisseld. Toch had hij daar niet slechts de liefde gevoeld van het verliefde paar van destijds. Het was een gevoel van onbeschrijfelijke liefde voor alle natuurlijkheid die hem hier omringde. Een liefde voor de prachtige sterrenhemel boven zijn hoofd. Voor de amandelbomen met hun bloesem. Voor het avondgezang van de vogel voor hem op een steen. En natuurlijk voor zijn trouwe vriend aan zijn zijde. Hier voelde hij de onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens en voor de hele schepping. Hier kon hij ervaren dat al het leven één is en een uitdrukking is van God als zijn beminde. Er verschenen spontaan woorden in zijn geest, die uit het stille midden in zijn hart leken voort te komen. Onder mijn raam, daar is een kleine vogel, die de hele nacht zingt, hij zingt zijn lied. En als hij zo zingt, laat hem dan zingen, want hij zingt niet voor mij, maar voor mijn geliefde die zo ver lijkt van hier. Bij de fontein van Niem staat een amandelboom met prachtige blanke bloemen zo wit als papier. En als dit groene amandelen worden, zal ik ze plukken voor jou en voor mij. Er verschenen nog meer zinnen van tedere woorden van liefde. Maar niet lang daarna werd het innerlijk stil. Dit was een lied geworden over zijn goddelijke geliefde, zo realiseerde Timion zich. Op datzelfde moment besefte hij ook dat het die dag 21 maart was, het lentepunt van 1246. Dus gedurende deze eerste nacht van de lente was hij in staat geweest om in dit lied spontaan zijn liefde te verklaren aan God als zijn beminde. Timion voelde zich in de zevende hemel. En verwijzend naar de vogel noemde hij zijn lied in het Occitaans Secanto, wat als hij zingt betekent. Hij verheugde zich erop om dit lied als troubadour aan elk hof waar hij werd toegelaten ten gehore te brengen. Hij zou daarmee in de harten van zijn gehoor de gevoelens van ware liefde weer wakker kunnen roepen, terwijl het hem zelf steeds zou herinneren aan zijn eigen goddelijke geliefde die hij in zijn hart met zich meedroeg. Niet alleen zijn voorouders hadden hier op deze mooie plek ooit hun gevoelens van liefde gedeeld, maar ook hij had nu in deze bijzondere nacht met zijn beminde diepe gevoelens van liefde uitgewisseld.
in deze roes van verliefdheid? Moet hij onder de bloesem van de amandelbomen in een diepe slaap zijn gevallen? Toen hij ontwaakte, was hij weer op aarde geland. De betovering van die nacht was verbroken. Hij had zich samen met Hector gewassen in de rivier en ze waren weer op pad gegaan. Nadat ze de rivier waren overgestoken, keek Timion nog even achterom. In deze prachtige nacht, op deze bijzondere plek, waren woorden van ware liefde in hem opgeweld. En een zingende vogel op een steen, de bomen met hun witte bloesem en het imposante, eeuwenoude bouwwerk hadden het decor gevormd. Deze nacht had een diepe indruk op hem achtergelaten. Door deze innerlijke ontmoeting met zijn beminde en met zijn voorouders leek de aardse familiecirkel gesloten en het hemelscontact met zijn geliefde waarlijk geopend. De innige liefde voor zijn familie had zich hier verruimd tot de goddelijke liefde voor alle leven. Alles was nu goed. Nu kon hij als een volstrekt vrije man verder trekken om zijn heilige missie te volbrengen. Hij had koers gezet in oostelijke richting, naar zijn voorlopige eindbestemming in Saint-Baume. De tijd begon wat te dringen, omdat hij daar 22 juli van dit jaar, dus op de naamdag van Maria Magdalena, bij de grot wilde arriveren. Maar niet lang nadat hij bij Pont du Gard de rivier was overgestoken, had hij nog wel aangeklopt bij een prachtig kasteel, Château des Baux, dat op de top van een middelhoge berg lag en uitkeek over de vallei. Hij wist dat daar minstrelen en troubadours zeer welkom waren. Wat had hij ernaar verlangd om Secanto aan de hovelingen te laten horen? Het was een prachtige avond geworden. De maagden van het huis van Le Beau waren euforisch geweest over de mooie gedichten, de wijze woorden en over de hymne over de liefde van deze aantrekkelijke blonde troubadour. Na deze mooie onderbreking waren Timion en Hector nu aan hun laatste etappe naar Saint-Baume begonnen. Ze waren alweer een dag onderweg. Toen ze een bergketen doorkruisten, hoorde Timion vlak achter hem een schorre kreet van zijn hond. Met een schrik draaide hij zich om. Hector was verdwenen. Wat Timion vreesde, bleek bewaarheid. Toen hij zich over de rand van de kloof boog, zag hij een kleine 100 meter onder zich zijn lieve reisgenoot ingeklemd tussen de rotsen liggen. Hector kermde zacht, maar bewoog niet meer. Hector, ik kom eraan, bleef hij roepen, terwijl de tranen over zijn wangen liepen. Het duurde enige tijd
voordat Timion de bodem van de smalle kloof had bereikt. En gedurende zijn afdaling voelde hij dat het echt mis was. Beneden aangekomen, zag hij dat de val Hector fataal was geworden. Hij boog zich snikkend over zijn hond en nam het levenloze dier in zijn armen en hij liet zijn verdriet de vrije loop. Hij wist niet hoe lang hij daar zo gezeten had, maar wel herinnerde hij zich de woorden van zijn oma toen ze in de regio Les Labadous het probleem van de gehechtheid bespraken. Dus de gehechtheid die zich als een vergif op de onderste bewustzijnstreden kan vastzetten. Hecht je aan niets of niemand, had oma gezegd. Aanvaard alles en iedereen en geniet ervan wanneer het in je leven aanwezig is. Maar laat het ook weer in diepe dankbaarheid aan God los wanneer het leven verder wil stromen. Timion wist dat deze woorden een diepe waarheid bevatten. Maar wat was het moeilijk om daar nu gehoor aan te geven. Inderdaad, wat had hij genoten van zijn trouwe reisgezel. Hector was een hartsvriend van hem geworden. Hij voelde een echte zielsverwantschap met het dier. Hij moest denken aan die keer dat de landarbeider er met zijn tas vandoor wilde gaan. Hector had hem bij zijn broekspijp gepakt, waardoor hij op de grond werd gegooid. Timion was net op tijd geweest om de tas weer op te pakken. Toen hij zich deze en al die andere mooie momenten herinnerde, wist hij dat hij God diep dankbaar moest zijn. In dit aardse leven is niets blijvend, bedacht Timion. Alles verschijnt een keer, maar zal onvermijdelijk ook ooit weer verdwijnen. Dat is het grondpatroon waarin de heilige cirkel wordt weerspiegeld. Maar deze heilige cirkel laat ook zien dat elke bezielde levensvorm na het verdwijnen uit deze zichtbare wereld weer verschijnt in de onzichtbare geestelijke wereld om daar zijn evolutiereis te vervolgen. Deze gedachte bracht de Timion weer terug bij de innerlijke rust en vrede van zijn stille midden in zijn hart. Hij stond op om een mooie rustplaats voor het stoffelijke overschot van zijn vriend te zoeken. Toen hij zijn vriend en reisgezel zijn laatste rustplaats had gegeven, knielde hij neer, sloot zijn ogen en maakte via zijn geest contact met de hondenziel. Hij fluisterde de woordjes, waardoor Hector altijd met zijn staart ging kwispelen. Op dat moment voelde hij Hector weer voor even. En hoewel hij het niet kon beredeneren, wist hij ontwijfelbaar
dat Hector was gearriveerd aan de andere oever. En hij voelde dat het allemaal goed was. Toen hij zich dat ontwijfelbare gevoel in zijn hart bewust werd en de rust ervaarde die daarmee gepaard ging, verschenen de woorden van bisschop Marti in zijn geest. Er komt een moment dat jij door de grens zal breken van het begripsmatige denken in je hoofd en je in je hart het onomstotelijke weten gaat ervaren. Dat is het punt waarop je spontaan van een gelovige een mysticus bent geworden, had de bisschop toen gezegd. Met dit gevoel dat het goed was, maar ook met een groot besef van alleen zijn, zette Timion zijn reis weer voort. Het leven ging door. En zijn heilige missie was nog niet voltooid. Hij moest voortmaken, want morgen was het 22 juli, de naamdag van de geliefde apostel van Jezus. Hij had zich steeds voorgenomen om de Kartareschat dan weer aan Maria Magdalena over te dragen. Volgens de abt in La Grasse lag de grot iets ten noordoosten van Marseille. Het kon nu niet meer ver weg zijn, want hij was zojuist de afslag naar deze grote stad gepasseerd. De volgende ochtend zag hij in de verte het grote bergmassief opdoemen waarin de grot moest zijn gelegen. Daar had Maria Magdalena gedurende haar eerste jaren in Frankrijk als kluizenaar geleefd. Toen hij verder liep en bij landarbeiders naar de grot vroeg, wezen ze omhoog. Halverwege de rotswand, die achter een brede strook bomen steil omhoog liep, was vlak boven de boomtoppen een grot te zien met daarnaast een gebouwtje dat tegen de bergwand leek geplakt. Dat moest het kleine klooster zijn waarover de abt gesproken had. Nog even en hij zou zijn eindbestemming hebben bereikt. Timion nam het bospad dat naar de bergwand liep. Hoe meer hij de rots naderde, hoe steiler het bospad liep. Toen hij bij de voet van de berg aankwam, nam hij het steile bergpad met uitgehouwen treden dat naar de grot en het kleine klooster liep. Boven aangekomen, betrad hij de donkere grot. De bodem was vochtig en tegen de achterwand stond een eenvoudig altaar. Dus hier leefde Maria Magdalena de eerste jaren na haar aankomst in Frankrijk als kluizenaar, dacht hij. In deze grot moest hij dus een veilige plek vinden om de Kartareschat te verbergen. Hij liep dieper de grot in, op zoek naar een droge en beschutte plek,
Hij vond een diepe kloof met een dun laagje kurkdroog zand op de bodem. Timion opende zijn leren tas en haalde de boekrol van Jezus tussen de dubbele bodem vandaan en kuste het met gesloten ogen. Toen duwde hij de ingepakte boekrol met zijn armen diep in de smalle kloof en barricadeerde de plek met een aantal grote en ook wat kleinere stenen. Hij keek tevreden naar de onopvallende plek die de grootste schat van de Katharen lange tijd veilig verborgen moest houden. Toen knielde Timion voor het kleine altaar neer en sloot zijn ogen. Terwijl hij een intens geluk voelde, bad hij het Onze Vader, zoals hij dat gewend was. Nog met gesloten ogen zag hij een helder licht en uit het niets verschenen 3 zevens voor zijn geestesoog. Een stem zei: ik vertel je de belofte van het licht, dus luister goed. Wanneer de periode van 3 zevens is verstreken, bevindt de mensheid zich in de overgang van het huidige vissertijdperk naar het watermantijdperk. Het bewustzijn van de mensheid en ook van de aarde zal dan groeien van de derde naar de vierde trede. Het ware zelf in het hart van de mens zal dan de regie gaan overnemen van het onware zelf dat zich van het hoofd bedient. En daarmee zal het bewustzijn in de mens zich voldoende rijpen om de innerlijke leer van Jezus op juiste waarde te kunnen schatten. Dus wanneer de periode van 3 zevens is verstreken, zal het evangelie van liefde en waarheid van Jezus, dat hier zijn voorlopige schuilplaats heeft gevonden, opnieuw worden ontdekt en aan de mensheid worden geopenbaard. Na een korte stilte ging de stem verder. De 3 zevens verwijzen ook naar de 21ste eeuw, de eeuw van de overgang. Want besef dat je hier in deze grot van Maria Magdalena voor de mens van de 21ste eeuw de goddelijke vingerwijzing naar de heilige graal hebt achtergelaten. De toekomstige mens zal na het lezen van dit evangelie van Jezus diep gaan beseffen dat de heilige graal zich in zijn hart bevindt. In die eeuw van overgang zal de heilige graal, die Jezus vaak aanduidde met het koninkrijk van God, in elk mensenhart worden ontsloten. Dan zal de heilige graal door de kracht van liefde en waarheid in staat zijn om in de mensenziel alle tegenstellingen te laten versmelten.
En daarmee zal ook zijn gevoel van afgescheidenheid verdwijnen. Dan zal de mens weer de diepe verbondenheid gaan ervaren met alle leden van zijn kosmische familie. Een verbondenheid die zijn geboorterecht is. En vanuit het besef deel te zijn en gedragen te worden door het allesomvattende goddelijke geheel, zal de watermanmens worden verlost van al zijn aardse lijden. En wanneer op de vierde trede de oorspronkelijke eenheid weer hervonden is, zal de mensenziel klaar zijn om door te groeien naar de nog hogere geestelijke ervaringsdimensies van het licht. En in die hemelse rijken zal hij slechts vrede, vrijheid en een diepe vreugde gaan ervaren. Aldus de belofte van het licht. Toen werd het stil en langzaam doofde het heldere licht. Toen Timion wakker schrok uit zijn visionaire droom, realiseerde hij zich dat de Kartaris-schat hier minstens 777 jaar zou worden bewaard. Maar ook wist hij dat deze schat opnieuw zou worden ontdekt om de mens van de 21ste eeuw de weg te wijzen naar ware vrede en echt geluk. Hij voelde zich bevrijd van een grote verantwoordelijkheid. Nu lag de Kartaris-schat weer in de handen van God. Toen hij zich realiseerde wat hem zojuist in zijn droom was getoond, herinnerde hij zich de woorden van bisschop Marti op Montségur. Het doordringen tot de wijsheid over grote kosmische kwesties die de toekomst van de mensheid beseffen, had de bisschop gezegd, is voorbehouden aan de meesters die de zevende inwijding kregen. In de geest van deze hoogontwikkelde zielen kunnen profetische vermogens tot ontwikkeling komen, omdat het kanaal dan geheel geopend is. Na nog een korte meditatie in de grot, waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak naar de vader-moedergod van het universum, liep Timion weer naar buiten. Daar, rechts in de verte, dat moest het dorp Saint-Baume zijn. Daar moest hij, volgens bisschop Marti, zoeken naar een oude, vervallen Romeinse kerk. Onder die kerk ligt de crypte waarin Maria Magdalena een laatste rustplaats heeft gevonden nadat haar stoffelijke resten uit de crypte van de kerk in Rennes-le-Château naar hier waren overgebracht. Met het kussen van de sarcofaag van Maria Magdalena in de oude kerk daar zou zijn lange pelgrimstocht ten einde zijn gekomen.
Timion daalde de steile rotstrap af en liep via het bospad in de richting van het dorp. Het was al laat en de duisternis zou nu snel invallen. Hij besloot de nacht in het bos door te brengen en de volgende ochtend het laatste deel van zijn reis af te leggen. Bij aankomst in Samboom vroeg hij een dorpsbewoner naar de crypte van Maria Magdalena. Hoewel het nog geen bekend bedevaartsoord was, werd hij direct naar de oude kerk gebracht. Hij verlangde ernaar om naar binnen te gaan. Nog nooit had hij zich zo dichtbij Maria Magdalena gevoeld. Bij de sarcofaag, in de donkere crypte, begon zijn hart te bonzen van opwinding. Hij legde zijn hand op de stenen kist. En toen hij de sarcofaag 3 maal had gekust, zag hij vanuit zijn ooghoek in een nis een violette kleed waarop een witte roos lag. Op dat moment herinnerde Timion zich weer de laatste woorden die de bisschop sprak tijdens de ceremonie waarin hij op Montsecours het consolamentum ontving. Lieve Timion, had hij gezegd, wanneer de Vader Moeder God van de kosmos de tijd rijp acht voor de 7e en laatste inwijdingsgraad, zul je een violetkleurig gewaad aantreffen en een witte roos. Je zult dan beschikken over de hoogste geestelijke vermogens, namelijk het vermogen van een volmaakt goddelijk wezen te zijn. En na een korte stilte had hij daar nog aan toegevoegd: maar ook op deze hoogste trede ligt nog het gevaar van zelfzuchtigheid op de loer. En dat gevaar schuilt in een aards verlangen om volmaakt te zijn. Want zolang er nog een persoon in je is die zich deze volmaaktheid wil toe-eigenen, kan er nog geen sprake zijn van de ware goddelijke volmaaktheid. Weet dat je de goddelijke volmaaktheid van de 7e trede niet bereikt door het als persoon graag te willen, maar door het als ziel simpelweg te zijn, had de bisschop tot slot gezegd. Naar aanleiding van deze woorden van de bisschop sloot Timion voor een kort moment zijn ogen om zijn innerlijk te onderzoeken op deze aardse vertroebeling. Toen hij voelde dat zijn innerlijk zuiver was, verschenen nog meer woorden van de bisschop in zijn geest. Dan ben je een bewoner geworden van de 7e hemel, een meester onder de meesters. Dan kun je, net als Jezus, zeggen: de Vader en ik, wij zijn één. Als parfait word je dan door het universum uitgenodigd om je eigen goddelijke wezen op aarde te gaan manifesteren.
en in dienst te stellen van Gods schepping. Na de herinnering van deze woorden van de bisschop besefte Timion met een schok waar hij was. Namelijk in de duisternis van de crypte met de stoffelijke resten van Maria Magdalena. Hij keek argwanend in de nis. Had hij het gedroomd of was het waar? Hij liep op de nis af, om zich ervan te verzekeren dat het geen waanvoorstelling was. Hij reikte zijn hand naar het gewaad en trok het in een reflex over zijn schouder. En op het moment dat hij de witte roos in zijn gevouwen handen nam, stak het heldere licht weer op en hoorde hij een liefdevolle vrouwenstem. Je hebt zojuist de laatste proeven afgelegd. En daarmee is je priesterschap definitief bevestigd. Ik ben je zeer dankbaar dat jij de innerlijke leringen van Jezus voor de toekomstige generaties hebt veiliggesteld. Als volleerd parfait ben je nu in staat om mijn werk in Occitanie voort te zetten. Keer na vandaag weer terug naar de grotten van de Sabarté. Want die vormen voorlopig nog een veilige haven voor de Katharen. Breng van daaruit, als troubadour, je boodschap aan wie het maar horen wil. En breng ook het consolamentum aan de stervende die daarnaar verlangen. Wees een geduldige gids voor alle zoekers naar de goddelijke waarheid, ongeacht hun geloof of achtergrond. Wees op je hoede, maar niet bang. Want weet dat ik je behoeden zal. En tot slot, Timion. Breng je hymne over de liefde naar het kasteel van Foix, als het culturele centrum van de streek. Breng Secanto daar ten gehore aan de adel, want daarmee plant je op die plek voor de toekomst het zaad van de Occitaanse eenheid. Toen keerde de duisternis weer terug in de crypte. Timion heeft nog lange tijd stil in deze duisternis gezeten en overdacht wat hem was overkomen en wat hem nu te doen stond. Ook vroeg hij zich af hoe hij door het zingen van zijn hymne over de liefde in Foix het zaad zou kunnen planten voor de Occitaanse eenheid. Hij liet die gedachte snel los, omdat hij een groot vertrouwen had dat niets zonder reden was. De volgende dag zette hij weer koers naar het berggebied, de Sébarté, om zich daar bij Monsieur Pierre in de grotten te vestigen die hem zo vertrouwd waren geworden. Van daaruit
bracht hij onder de dekmantel van een rondreizende troubadour. Via zijn gedichten, zijn gezangen en de gesprekken met de toehoorders, de innerlijke leringen van Jezus onder de aandacht van wie het maar horen wilde. Ook reisde hij nog eenmaal als troubadour naar het kasteel van Foix, waar hij met oma en Catharina destijds een mooie tijd had gehad. In dit Occitaans centrum van cultuur zong hij Se Canta, ofwel zijn hymne over de liefde. Hij kon toen niet beseffen dat hij daarmee inderdaad het zaad had geplant voor het volkslied van Occitanie, dat nog vele eeuwen na zijn dood springlevend zou zijn. Het lied dat de boodschap van liefde in de harten van alle bewoners van zijn thuisland voor eeuwig wakker zou houden. Baixas vos montanhas.
años planos levas vos.